Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video. Het is zomer! En is het natuurlijk al een hele tijd, maar nu is het ook echt zomer weer. Het is buiten 31 graden en dat is echt heerlijk. Heel veel mensen houden niet van zoveel warmte, maar ik vind dat echt ontzettend lekker. Ik heb lekker in de zon gezeten vanmorgen. Lekker een beetje bijgekleurd, ben een beetje verbrand. Ik weet niet of je het ziet, maar ik heb het goed verzorgd en lekker... ingesmeerd en gedaan. Een heel klein beetje BB cream op en ook make-up en de rest lippen, wenkbrauwen en zo. Maar de rest had ik allemaal geen zin in. Dus ik ben een beetje kaal. Maar ik dacht, YOLO, lekker toch een video opnemen. En het is een video met mijn summer must-haves. Ik heb echt producten die ik echt specifiek alleen in de zomer gebruik. Ik denk dat heel veel mensen dat hebben. En die wil ik graag laten zien vandaag aan je. Vergeet alsjeblieft geen duimpje omhoog te doen. Dank u. En te abonneren. Dat is helemaal gratis. En met één druk op de knop maak je mij heel erg blij. Yes, laten we beginnen. Ik begin even lekker van onder naar boven. Dan weet je dat je mijn filmpje aan het kijken bent. Dat we op een rare manier beginnen. Maar goed, die producten staan gewoon eenmaal dichtstbij. Het eerste wat ik pak is een voetenlotion. Deze is van Balea van de DM in Duitsland. Kost minder dan 2 euro. Ik denk 1,50 of zo. Echt spotgoedkoop. En hier zit mintextract en sinaasappelextract in. Ik ruik er meer citroen in. In ieder geval citroen en mint. En dit is echt punt 1 heel lekker fris voor je voeten. En punt 2, als je je voeten lekker gescrubt hebt, dan verzorgt deze ook gewoon ontzettend goed. In de zomer vind ik mooie voeten heel erg belangrijk. Ik denk meer mensen naast mij. En met mij naast mij. En dit is echt iets wat daaraan bijdraagt. Het tweede voor de voeten. Dat zijn een beetje ongeveer dezelfde producten. Maar ze doen toch wel even iets anders. Dit is voeten en schoenen deo. Van dezelfde lijn. Ruikt hetzelfde. Ik heb niet echt hele grote zweetvoeten of zo, dat je van afstand ruikt. Maar ik vind het wel lekker om, zeker als ik slippertjes aan doe, ballerina's, dergelijke, lekker even mijn voeten in te sprayen. En dat is dit echt heel geschikt voor. Het kost ook heel goedkoop. Ik kocht hem een paar jaar geleden al. Ze hebben inmiddels een andere volgens mij. Dit product zag je net al even bij komen. Is van de Body Shop. Peppermint Cooling Foot Spray. Dit is geen deo, maar het meer of het koelt je voeten. En ik merk echt dat als ik het op mijn voeten spray, dat het dan echt lekker koel en fris aanvoelt. En dat vind ik heel erg lekker. Het ruikt naar pepermunt. Niet mijn favoriet, maar wel heel erg lekker fris. En deze die is gewoon lekker. Er zit wel menthol in. Is natuurlijk niet goed voor je huid, maar ja, zit daarna gewoon goed verzorgd. Wie zal er dan wat van zeggen? Ik niet. Deze kocht kreeg ik ergens gratis bij toen ik een bestelling deed. Die is 11 euro, best prijzig, maar ja, dus ik heb wel meer prijzige producten. Dan gaan we naar boven en dan gaan we lekker douchen. Als ik ga douchen, doe ik dat in de zomer. Ik krijg een appje van een vriend van mij. Lekker met een fruitige, frisse douchegel. En meestal is dat deze van de Mango. Ik heb hem ook nog in jumbo size en die is van 750 ml. Ik vind hem zo lekker. Hij is lekker fris, lekker fruitig. En echt in de zomer gebruik ik dit soort geurtjes echt allerliefst. Ik gebruik die van Knijp. Die douchefoams ook graag. Maar deze vind ik nog net even iets lekkerder als het zo warm is. Dan hebben we... Dan hebben we de body scrub van de Body Shop. Body scrub. Scrub is altijd voor je body of gezichtsscrub. Maar goed. In ieder geval scrub van de Body Shop. Ook in de geur Mango. In de zomer scrub ik bijna iedere dag. Dat vind ik zo lekker in de zomer. En ik merk ook dat mijn tintje dan meer geoptimaliseerd wordt en sneller een tintje krijgt. Dat is ook logisch, want je scrubt de dode huidcellen weg. En dus het is ook logisch. Deze geur vind ik minder lekker dan de douchegel. Het is niet dezelfde geur, dat is een beetje apart. Maar deze ruikt meer naar de body butter. En die vind ik ook niet zo lekker. Ik gebruik altijd de body lotion. Hij is nog niet gebruikt, maar ik heb nog veel te veel scrubs in mijn kast staan. En deze ga ik binnenkort zeker gebruiken. Dan zijn we uitgedoucht. Dan ga je natuurlijk insmeren. Lekker met body lotion. En ik gebruik daar in de zomer heel graag deze voor. Deze is van Balea. En dit is de Body Lotion Magic Summer. En hier zit dus een bruiningshulp in. Het is geen zelfbruiner. Maar als je die gaat smeren, dan ben je een paar dagen later. Als je een paar dagen smeert, ben je een paar dagen echt wel een tintje donkerder.
En als je dan die tint wil behouden, dan behouden, netjes ABN, behouden, dan moet je één keer in de week bijsmeren. Eén keer in de week smeer je dan deze. En dit werkt echt heel goed. Na 3 dagen heb je echt gewoon een forse, natuurlijk ogende kleur. En dat valt niet tegen. Hij is helaas alleen in Duitsland te koop. En dat is hij goedkoper dan 2 euro. Ik geloof 1,15 euro voor 500 ml. Dus als je er een keer bent, koop deze, die is echt geweldig. Ik hou niet van zelfbruiner, ik vind dat toch vaak een beetje gevaarlijk. Ik gebruik het wel eens voor mijn gezicht, maar hij zit er niet bij, want het is geen essential, zeg maar. Ik vind best een zomer zonder body, of zonder zelfbruiner. Ik gebruik liever dit. Heb ik ook in een dagcreme trouwens. Dan gaan we lekker in de zon liggen. En in de zon gebruik ik graag een hoge beschermingsfactor voor het gezicht. Dit is factor 50 en deze gebruik ik altijd voor mijn gezicht van de Kruidvat Soleil Line, factor 50 sensitive. Ik heb, als ik in de zon heb gezeten, best een gevoelige huid. Ik verbrand in mijn gezicht heel snel en ik heb echt factor 50 en sensitive nodig. Ik koop ook altijd een kleintje, want een grote maak ik niet op. Want ik gebruik hem echt alleen voor mijn gezicht. Voor de rest van mijn lichaam gebruik ik factor 30 en ook met een bruin hulpje erin. Bruin wordt hulpje, zal ik het maar even noemen. En deze is in Duitsland ook te koop. Sundance, DM. Met zo'n hulpje erin. Maar je hebt ze ook van de Nivea en van de Kruidvat. Ik was daar toevallig en toen nam ik hem mee. Maar ik vind die van de Kruidvat en de Nivea eigenlijk net zo prima. Deze is bijna op. Ja, ik maak zonneproducten maak ik op. Waarom? Punt 1 gooi ik ze niet weg na een jaar. Ik heb ze meestal 2 jaar in gebruik. Ik koop ze dan in de zomer en dan gebruik ik ze de volgende zomer alweer. Dus ik gebruik ze 2 zomers. Ik heb gelezen dat dat niet zo heel veel uit moet maken. Dat zeg maar na 2 jaar of 3 jaar beschermingsfactor 30 en 25 is nog zo. Dus niet gehalveerd zoals al die merken beweren. En moet je nieuw kopen. En punt 2 smeer ik heel royaal. Ik heb laatst een documentaire gezien. En daarin zeiden ze dat als jij je goed in wil smeren, dat je met een fles van 200 ml, dus deze ook, maximaal 10 keer moet doen. Dat doe ik niet. Ik heb hem vaker gebruikt. Dan moet je zo dik smeren dat je er dus maar 10 keer mee kan doen. Te veel smeer ik niet, maar ik smeer echt wel heel royaal. En als ik 2 uur in de zon zit, smeer ik me 2 keer in. Aan het begin en na een uurtje. En soms zelfs vaker. Want ik ben echt een hele trouwe smeerder. Ik merk dat dat bruiningshulpje ook wel echt werkt. Als ik andere zonneproducten gebruik, ben ik minder snel bruin. Dus ik heb wel echt het idee dat het werkt. Dan zijn we uit de zon. Nee, ik heb nog 1 product voor in de zon trouwens. En dat is deze wasserspray, aquaspray van Balea ook. Deze heb je ook van Evian, maar die is een stuk duurder in een Nederlandse droogist. Deze gebruik ik voor tijdens het zonnen. Die leg ik in de koelkast. En als ik hem in de koelkast leg, is hij lekker fris. En dan ga ik in de zon liggen en dan spray ik af en toe zo. Het is gewoon zo'n spray ding. Kijk, zie je? Hop, water. Gewoon water, dus kan geen kwaad. Bij en dan smeer ik die lekker om mijn gezicht en om mijn armen. En dan ben ik wel even helemaal opgefrist. Een beetje zo'n zwembadgevoel. Zo sterk is het niet, maar... En dat is gewoon hartstikke lekker. Ik gebruik deze ook om een beauty blender nat te maken. Ik heb er boven ook in staan. En die koop ik echt iedere zomer weer opnieuw. Dus dit is echt een grote aanrader. Dan zijn we uit de zon. En dat doen we dan. Dan smeren we ons in met Aftersun. Ik gebruik deze van Soleil vind ik leuker klinken. De Aftersun 10 Maximizer. Dit is echt een grote aanrader. Punt 1. Waarom? Er zit geen alcohol in. Alleen maar voedende alcohol. En in heel veel aftersuns in de drogist zit alcohol. En dat snap ik niet. Waarom doe je alcohol in een aftersun? Waarom? Ik bedoel, dat is juist het product dat je op de gevoelige huid na het zonnen zou moeten smeren. En dan doen ze er alcohol in. Wie verzint dat? En de drogisten in Duitsland hebben ze echt alleen maar aftersun met alcohol. En deze heeft dat niet. En punt 2 zit er een heel klein beetje zelfbruiner in. Echt wel een heel klein minuscuul beetje dat ik hem nog durf te gebruiken. En dat werkt echt super goed. Deze houdt mijn tint echt veel langer aan. Deze 2 in combinatie, niet specifiek deze, maar met een bruiningshulpje erin van de Kruidvat ook even prima. Houdt mijn tint echt gewoon ontzettend goed. En deze ook wel een beetje hoor. Deze is bijna op. Ik heb er nou eentje van Nivea in mijn kast staan. Die kun je in mijn shoplog zien of die ga je zien of die heb je al gezien. Dat weet ik niet. Die neem je gaat zien. Dit is echt een hele goeie. En ook maar 3 euro of zo. Echt hartstikke prima. Dan zijn we dus, we waren al uit de zon. En dan gaan we over op gezichtsverzorging. In de zomer
niet als het echt heel heet is, maar als het gewoon 25 graden is of zo, gebruik ik heel graag de vochtigheidscreme gel van Balea. Dit is een aqua creme gel en dit is niet zo'n voedende, dikke, ruikt lekker, creme gel dagcreme. Ik heb in de zomer echt geen dikke dagcreme nodig. Dan ben ik gewoon, heb ik een veel te vet gezicht. En dat moet ik dus gewoon echt niet doen. En deze is daar prima voor. Ik heb ook het serum, die vind ik ook fijn. Heb ik ook nog heel veel in voorraad, want die vind ik gewoon dikke prima. En dit is lekker luchtig. En dat heb ik nodig in de zomer. Tenzij ik in de zon heb gezeten. Want dan kan ik deze niet hebben. Dan is mijn huid veel te gevoelig. Vooral dit stuk is dan heel erg gevoelig. Maar wat ik dan wel eens doe, is op een gewone dag dat ik niet in de zon ga zitten. Deze gebruik ik dan over heel mijn gezicht. En dan doe ik nog een keertje 's avonds het Aloe Vera Protective Restoring Mask van de Body Shop. Dit is uit de Sensitive lijn. En dit gebruik ik gewoon als nachtcreme dan. Dat is ook heel dun. Ik weet niet of je dat ziet. Ik hoop niet dat het eruit loopt. Hier was een hele dunne crème die je als nachtcreme kan gebruiken. En ik merk dat als ik hem... Hier ben ik dan heel gevoelig. Als ik die gebruik, dat die gevoeligheid een stukje minder wordt. Ik gebruik dit dan zelfs nog liever dan After Sun op mijn gezicht. Omdat dit gewoon echt alle gevoeligheid wegneemt. Die pijnlijke rode plekken gaan weg. Ja, niet gaan weg, maar je voelt ze veel minder. En dit vind ik dan echt super ideaal. Echt dikke aanrader. Als laatste heb ik nog iets voor mijn haren. Mijn haren vragen heel veel van mij. Ik heb pluizig haar, ik heb droog haar. Ik heb alles wat vervelend rot haar inhoudt. En dan gebruik ik heel graag een haarbeschermer in de zon. Heb ik nodig, want anders dan overleeft mijn haar het niet. En dit is de Protective Spray Hairspray. Ook van Soleil van de Kruidvat. En deze ruikt heel erg lekker. Ja. Heel erg lekker fris en zonnebrandachtig. En echt een van de lekkerste zonnespraybrandgeuren die ik ooit heb gehad is deze. En er zit ook alcohol in nat in. Dina, weet ik hoe je het uitspreekt. Maar ook glycerine en allerlei beschermende producten ook voor je haar. En die moet helpen tegen uitdrogen en tegen de verkleuring van de haren. Ik weet niet of je het echt doet, maar ik gebruik hem altijd gewoon, baat het niet, dan schaadt het niet. En ik merk wel dat als ik hem gebruikt heb, dat mijn haar iets minder droog aanvoelt. Maar je moet zelf bepalen of je het dan waard vindt om te kopen. Dit waren mijn summer must-haves. Laat me alsjeblieft weten wat jouw summer must-haves zijn. Wat gebruik jij heel graag in de zomer? Heb je aanraders voor mij, voor andere lezers, kijkers? Heel graag. Vergeet alsjeblieft niet te abonneren hieronder. Rode knop, abonneren. Ja, gedaan. Ja, helemaal top. Dankjewel. En heel graag tot de volgende keer. Fijne zomer ook!